vechten. Ja. Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ga zo naar een school om een Q&A met ze te doen. Dus ze hebben een soort van projectweek. Het gaat over social media. En ze hebben wat vraagjes voor mij voorbereid. En dan moet ik dan in de aula voor een hele groep kinderen, zeg maar, hun dingetjes gaan vertellen en de antwoorden geven die ik heb. Ik hou er eigenlijk niet zo van om voor een groep te staan en te praten. Dat vind ik altijd wel eng. Maar ja, wel heel erg leuk, want het is mijn oude school. Ik heb daar vroeger dus op gezeten tot mijn 16e. Het is al echt 10 jaar geleden dat ik daar mijn examen heb gedaan. Dus ik ga me maar even klaarmaken en dan zie ik jullie daar straks. Mijn ouders hebben er altijd achter gestaan. Mijn moeder werd vroeger al echt gek van mij dat ik overal naar audities moest en optredens. En ik moest me overal door het land heen rijden. Dus ze was eigenlijk blij dat ik het bij de slaapkamer hield en de camera. Maar ja, ze hebben het eigenlijk altijd wel heel erg leuk gevonden. Ga je om met een negatieve reactie te zien? Soms reageer ik wel op mijn eigen manier. Dat vind ik ook heel leuk. Hoi! We zijn hier met Dolly, de YouTube-hond. Nee, het was gezellig op school. Zo, het is maar een paar uur. Mijn neef is mee naar huis gegaan, want we zijn nu eventjes Mario Kart aan het spelen. En daarna gaan we even een challenge opnemen. Het wordt een unieke challenge. Het wordt een unieke challenge. Uniek. Maar nu gaan we eerst even een tosti maken. Mijn neef is inmiddels weg. Was super gezellig dat hij er eventjes was. Hij moest weer weg, want hij moest weer terug naar school voor een project. Het is natuurlijk maandag en normaal komen er volgens mij geen pakketjes binnen op maandag. Maar vandaag was een uitzondering. Ik heb 2 happy boxes binnengekregen van holydog.com. En dit is een soort van box met allemaal leuke dingetjes en lekkere dingetjes voor de hond. En mij leek het nu leuk om gewoon in de weekvlog zo'n box te gaan openen. En eens even te gaan kijken met jullie en met Dolly wat er allemaal in zit en zo. Dus Dolly, wat denk je ervan? Zullen we maar eens gaan kijken wat er allemaal in zit? Even zo. Au, oeh. Oh, daar ging mijn nagel. Oh, kijk dan. Een heel leuk boekje dus. Superleuk. Dit is een soort maandelijkse box met allemaal spulletjes van de hond. Het heet dus Happy Box. En je krijgt de groetjes van Rocky de Rottweiler. Oh, wat zou dit zijn? Oh. Wow, dit is dus gemaakt van het materiaal van een brandweerslang. Dus het is super stevig. Zoals je ziet, ze vindt het al helemaal leuk, hè? Ze is gelijk helemaal blij. Wil je de rest ook nog zien dan? De rest moeten we toch ook nog bekijken? Schatje. Dit zijn gewoon lekkere hondensnackjes. Ziet er goed uit. Dan zit er nog een bordje in. Een barbecue bot. Dus echt een beetje in de stijl van de lens. Want iedereen begint nu te barbecue nu het lekker weer is. Terwijl anderen aan het barbecue zijn, kan je hond genieten van zo'n barbecue bot. Dan hebben we hier. Oh! Zou dit een echte zijn? Het ruikt echt niet naar varken of iets kruidigs. Dus ik denk niet dat het echt is. Want het ziet er zo perfect als een oor uit. Dus misschien is het voor de vorm zo gemaakt. Oh, en dan. Oh, wat leuk. Oh, dit is wat ik dus net hoorde. Maar dit is een speelgoedje. Worden we weer verwend, hè? Is dat even leuk? Oh, oké. Kijk, vorige week is het natuurlijk Pasen geweest. Maar het is een maandelijkse box. Dus die box die loopt gewoon nog. Dus alles is nog in het teken van Pasen. En er zit dus een hondenmuffin in. Gewoon helemaal in het teken van Pasen. Superleuk. Ziet er ook echt heel erg lekker uit. Ik ga eens even kijken hoe Dolly die vindt. Kom, lekker proberen. Is lekker. Gaan we even verder kijken. Volgens mij zit er nog 1 dingetje in. Dit zijn doekjes voor de vacht om het vachtje schoon te maken, volgens mij. De ene kant die reinigt de vacht. En de andere kant verzamelt dus haar. Ik ga ze even openmaken. Het zou ideaal zijn, want Dolly is nu echt in de rui. Het zijn echt een beetje ruwe doekjes. Nou, volgens mij werkt dat prima, hè? Ik zie haartjes erin, inderdaad. Nou, superleuk die box. Dus zoals ik al zei, wil je hier meer van zien, ga dan naar de beschrijving. De muffin is trouwens
helemaal opgegeten. Ze vond het echt geweldig. Oh my god, jongens. Ik heb die andere box eventjes opengemaakt. En dit is dus de Valentijns editie. Dus dit was februari. En we hebben dus net maart opengemaakt. Oh, ik ben heel erg benieuwd wat hier dan allemaal in zit. We gaan hier gewoon eventjes snel doorheen. Nou, die hebben we dus dubbel. Dus die kunnen we aan mijn moeder, aan Freddy geven. Trainingssnoepjes. Dolly zit er al bij te kijken van, oh, nog meer. Yes. Oh, een schildpadje. Deze is echt heel erg cute. Hier, Dolly. Die mag je meteen. Een bordje en die voelt heel lekker. Dolly zit serieus hier alles te verzamelen. Echt zo van, oké, dit is mijn plek. Hier begraaf ik mijn dingetjes en daar moet niemand aankomen. En nu heeft ze alleen maar aandacht voor dit rubberen bordje. Superleuk dingetje trouwens. Ook hier heb je dus allemaal informatie staan. En wat ik dus zie is dat die snacks in deze Happy Box, die zijn vrij van allergenen zoals tarwe en gluten en zo. Stel dat je hond dus gevoelig is voor bepaalde dingen, dan is alles gewoon verantwoord. En het ziet er zo leuk uit. Ja, dan las ik dus net dat er iets in zat voor de pootjes. Dus dit is een soort balsem. En als laatste zat dit er nog in. Het doet me een beetje denken aan een computermuis. Maar het lijkt eigenlijk ook een beetje op een soort van Tangle teaser, maar dan voor honden. Het is goed dat ik deze heb, omdat Dolly zo erg in de rui is. Dus hier hebben we echt wat aan. Mijn dag is echt helemaal goed. Hoe vrolijk ziet het er allemaal uit. Echt super, super cute. Zo, het is inmiddels alweer dinsdag en Jill is hier gezellig. Hallo. Ben een beetje laat begonnen vandaag met vloggen, want ik voelde me vandaag niet zo fit. Ik werd een beetje ziekig wakker of zo. Ja, dus ik begin vandaag de dag pas met mijn vlog. Maar goed, ze zijn net lekker met Pipje uit geweest en met Dolly. Met Pipje gaat het hartstikke goed. Dolly is ook helemaal tevreden vandaag. Ja. Hè? Dat was een avontuur. Nou, ik heb gisteren dus niet zo heel erg veel gevlogd. Een beetje stom, maar ik weet van deze week dat ik met Viet natuurlijk super veel gevlogd aankomende zaterdag. Dus ik pak er gewoon sowieso een dagje achteraan. Het is trouwens nu woensdag en eigenlijk had ik vanochtend een afspraak met Attitude Holland. Ik weet niet of jullie dat kennen. Het is een soort van alternatieve webshop hier in Nederland. En ze hebben mij gevraagd om eens te gaan kijken of het misschien leuk is om wat meer uit onze samenwerking te halen en zo. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar, maar die ging niet door. Want degene waarmee ik dan zou lunchen, die is ziek geworden. Dus het is een weekje verplaatst. Ik heb trouwens mijn nageltjes laten doen. Weer super leuk. Het is pas 2 weken geleden dat ik ze de vorige keer had laten doen, maar ze vielen er nu al af. Het lijkt wel hoe vaker je het laat opvullen, hoe minder lang ze blijven zitten. Ik heb geen idee hoe dat komt. Ik ben voor de rest echt een beetje gaar. Ik weet niet of ik het gisteren al had gezegd. Maar ik ben volgens mij een beetje ziek aan het worden. En ik heb verschrikkelijke kiespijn. Dus morgen ga ik naar de tandarts. En dan gaat ze mijn kies controleren. En dan hoop ik dat ik geen gaatje heb of erger. Maar eten is gewoon op dit moment best wel lastig. Dus om morgen naar de tandarts te gaan met deze klachten vind ik op zich best wel spannend. Dus als ik ergens niet van hou, ik denk de meeste mensen niet, dan is het de tandarts. Ja. Het is avond. Ik heb vandaag niet zoveel gedaan. Lekker uitgerust. Dolly zit in haar mandje. Ze is klaar om naar bedje te gaan en lekker te gaan dromen. Ik ook bijna. Ik ben nu mijn gezicht aan het doen. En ik ben nog steeds heel erg blij met mijn nageltjes. Ik ga me nu maar eens even klaarmaken om naar bed te gaan. Dat moet natuurlijk ook gebeuren. Lichtjes uit, kleertjes uit. Tot morgen. Ik zit volgens mij te kwijlen. Echt vreselijk. Maar ik kon dus net buiten lopen van de tandarts. Mijn hele mond is verdoofd. Het voelt zo raar. Maar ja, ik had dus een diep gaatje en dat moest opgevuld worden. Maar het was zo gevoelig dat ze zei van, nou ja, ik doe de verdoving in. Dus nou ja, ik ga nu maar eens naar huis. En dan ga ik eens even kijken hoe het gaat. Ik zou eigenlijk gaan opnemen vandaag, leuk of meuk. Maar ja, dat kan natuurlijk niet op deze manier. En omdat ik 2 spuiten heb gekregen, duurt het ook wel even voordat het uitgewekt is. Dus, oh, het is koud. En eigenlijk wilde ik hierna nog even naar de stad gaan, naar de kapper. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet. Jongens, 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 wat een dag. Vanochtend natuurlijk de tandarts en mijn verdoving is eindelijk uitgewerkt. Het was dus echt een flink gat in mijn kies. Verder heeft ze gezegd dat mijn 2 verstandkiezen aan deze kant eruit moeten. Want er zitten allebei een gaatje in. Dus het is heel moeilijk schoon te houden. Ik heb lekker op de bank gelegen en uitgerust. Morgen kan ik weer tegenaan. Lekker vroeg opstaan, beginnen met filmen. En er een goed dagje van maken. En Bardo komt trouwens ook nog. Dolly vindt het ook helemaal leuk. En die denkt, weet je, ga weg met die camera. Ik ben hier gewoon voor mijn rust. Dus dat. Het is vrijdag en ik ben net klaar met mijn video. Die staat nu online. Dolly is een beetje ongeduldig. Waarom?
Je bent net heel lang uit geweest, Poepie. Bardo is nu onderweg. Die komt hier gezellig op de Wii spelen. Gewoon super gezellig. Lekker chillen. Hartstikke leuk. Maar voordat hij komt moet ik eventjes alles opruimen. Hier weer allemaal troep. Het moet er hier natuurlijk wel een beetje sexy uitzien voor Bardo. Dus dat gaan we maar eens even doen. Hey, Bardo is er! Hello! Yay. We gaan even lekker wieën en dan even een videootje opnemen voor Bardo's kanaal. Super chill. Hoe zit mijn haar? Oh, wat is het een vreemde kleur. Oh. Wie is die jongen daar op de kamer? Oh, dat ben ik, sorry. Hoi. Neem het licht in me op. Ik ben een soort solar paneel, weet je wel. Dit is Bardo Allens in zijn natuurlijke omgeving. Het ruikt naar rotte eieren. Ja, dat is ook. Zo, Bardo is weg en ik ga nu naar bed. Het is morgen tijd voor feed en ik heb er super veel zin in. Ik ga morgen gewoon lekker vloggen, ondanks dat het zaterdag is. En ik wil jullie daarnaast iets laten zien, want ik had dit shirt al de hele dag aan. Het is met mijn logo. Maar morgen wordt dus eenmalig mijn merchandise verkocht. Misschien dat ik er nog mee doorga, maar dat is nog eventjes de grote vraag hoe. Maar dit is dus een tanktop, een zwarte tanktop, super vet. Dit is dezelfde zwarte tanktop, maar dan met het poppetje van Ondi erop. En dit is de laatste, dit is een shirt, een wit shirt met het Ondi poppetje erop. Super cute. Ik heb dus echt heel erg veel zin in morgen. Mijn outfit voor morgen ligt daar. Super cool. Ik ga de lichtjes uitdoen, make-up eraf halen. Ga ik maar snel slapen, want des te sneller het morgen is. Ik zie jullie dan. Hallo, het is vandaag zaterdag en ik ben bij Fiet, yay, en Saars, hoi. Ik moet even oefenen met Adam, want ik ga straks een liedje zingen. Ik ga hem even zoeken. Hebben jullie er zin in? Al voor mij. Mijn ex-vriendje, die hoor je niet te filmen. Ik zit hier nu met Adam. We zijn helemaal klaar voor ons optreden. We hebben even lekker geoefend en het ging best wel goed. Dus ik heb er vertrouwen in. Ik heb het nog niet gezien daarbuiten. Niemand heeft mij nog gezien. Dus het wordt de eerste keer dat ik kijkers ga ontmoeten op het podium. Dus dat wordt heel gezellig. It's gonna work. It's gonna be cool. It's gonna be cool. You're gonna love it. You're gonna love it. Hoop ik. Go. Nou, weet je wel. Ja, hè? Ja. Dat dacht ik al. Oh! We gaan een liedje doen. Wat gezellig. Ik zie jullie hier hebben. Hallo. Zullen we vechten? Ja. Het is tijd voor lunch. Lekker frikandel met een ei. Wat een mooie combi. Wow. Fiet is vet gezellig. En nu zit ik even te sassen. En daar heb ik niet op Fiet. Bezet! Zo doe je dat. Oh, we gaan naar de meet and greet. Hey. Hallo. Zo. Eerste meet and greet, jongens. Het is gewoon een speciale ruimte. Nou, is dat even leuk. Hey, wifey! Wie kijkt op foto?
Zo jongens, dat was Fiet en het was echt ongelooflijk tof weer dit jaar. En ik ben zo ontzettend moe, dus ik ben gisteren helemaal vergeten om de vlog af te sluiten. Dus ik doe het vandaag gewoon. Voor degenen die er ook waren, ik hoop dat jullie een superleuke dag hebben gehad. Ik heb er echt van genoten weer. Het was echt heel erg tof. En over 3 weken is natuurlijk weer de Dutch YouTube Gathering. Daar heb ik nu al helemaal veel zin in, want ja, ik weet niet. Ik heb er zoveel energie van gekregen. Of nou ja, ook weer niet, want ik ben echt ook helemaal brak ervan of zo. Dolly heeft ook een heel zwaar leven. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken, want dit is alweer het einde van mijn weekvlog. Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Vergeet niet om mijn kanaal te abonneren. En dan zie ik jullie aankomende dinsdag weer met een gloednieuwe video. Doei! Doei! Zeg maar doei! Doeg!